Wij gaan nu als eerste mevrouw laten zien. Ja, ik heb zelf een beetje gekozen, omdat qua sfeer en naar buiten gaat het voor. Dus ja. Laat hem maar. Hé, hey, hoor, je gaat het doen. Maar dit is ook, die kan dit doen, hè? Dit. Oh, maar dat doe ik niet, hoor. Ik had het doen, eigenlijk wil ik het wel, maar ik ga natuurlijk zeggen dat ik het niet wil. Of je kunt, ja, dat ga ik niet doen, hoor. Daar moet je even in kiezen. En dan moet er tussen jullie moet er ook iets ontstaan. Ja, je kan per jaar. Ieder jaar, dan heb je het eerste half jaar het een, het tweede half jaar het ander. Maar dan. Ja, hallo. Ik vind het eigenlijk wel een deel van je ontwikkeling. Want als je later iets met creativiteit wil gaan doen. En je hebt het ook niet meer, dan ben je er helemaal niet voorbereid. En aan de ene kant zou ik het wel wegbrengen. Vond je het triest? Ik vond het intens triest, ja. De creatieve geest van de kinderen, die wordt daar mede ondermijnd. Door de kunstvakken krijg je namelijk, ga je creatief denken, creatieve oplossingen bedenken. En zo, heb je hele leven lang heb je dat nodig. En dat zou er nu worden afgeschaft door, zeg maar, ja, de kernvakken. Waardoor de creativiteit eigenlijk... Ja, volwassenen denken vaak dat jongeren of kinderen dat niet meer tegen kunnen. Want in het oude verhaal komt seks voor, er komt kannibalisme voor. Ja. Het is een heel ruw verhaal. Ja. Emoties. Ja. Ja. Je krijgt een soort domino-effect, waarbij je zeg maar nog meer de kunst- en cultuursector schaadt dan je al doet met de bezuinigingen die er dan zouden zijn. En uiteindelijk, weet je, als wij niet meer boeken, kunnen zij niet meer boeken. Zijn de acteurs, muzikanten, schilders, noem het maar op, die thuis gaan zitten en die zeggen, nou ja, dan moet ik wel. De stelling, zeker mee, wat moet je ermee? Precies, middelbare school bereidt je eigenlijk voor wat na dat eigenlijk daarna komt. Je vervolgopleiding en natuurlijk je dagelijkse leven. Ja, dat is een succesvol leven, succesvolle baan. En wat dan? Maar we gaan het allemaal uitgeven. Er is niks meer om te waarderen met al het geld dat er is. Kijk, het museum, het is er niet mee. Waarom zou je dan het geld nodig hebben? Nou, hoe bedoel je met het geld? Er staat heel veel geld. Je hebt geld verdiend. En je kan het